Arjan, wat levert de Vuelta Overvecht op? Vind ik een goede vraag. En dan gaat het denk ik om 3 dingen. 1. Fietscultuur in Overvecht hebben we de afgelopen 2 jaar door de komst van de Vuelta kunnen helpen met de fietsdeal. We hebben meer dan 650 mensen kunnen helpen aan een fiets die anders geen fiets hebben. Dat is dus al een onderdeel waarom de Vuelta eigenlijk al geslaagd is voor ons. 2. We hebben vandaag heel veel mensen die nog nooit in Overvecht zijn geweest. En die hier vandaag wel zijn gekomen en eigenlijk op een andere manier Overvecht hebben leren kennen. En 3. Het wordt met name gerund door Overvechtse ondernemers. Dus het betekent ook dat we de wijkeconomie, de ondernemers die hier zijn, ook nog hebben kunnen verdienen aan deze dag. Dus dat vind ik 3 mooie onderdelen waardoor de veld een succes is. Schitterend op mijn benen. Wat is de Mercado? De Mercado in Overvecht is een markt ter ere van de Vuelta. Parcours wat hier langskomt. En ook eigenlijk een beetje ter ere van Overvecht. Er komen allemaal mensen samen, er is heerlijk te eten. Je kan activiteiten doen, kinderen hebben wat te doen. En het is, ja, een markt is gewoon een plek waar mensen samenkomen. Dat iedereen zich hier welkom voelt, dat iedereen lekker kan eten. Dat kinderen welkom zijn, dat je met je gezin kan komen. Dat je ook de Vuelta kan kijken. Dat je kennis kan maken met wielrennen. Maar als je niks met wielrennen hebt, dan is er ook genoeg te doen. Dus ja, voor mij is het wel een feest voor iedereen. Ik heb ook heel veel verschillende mensen gezien, dus dat vind ik echt heel leuk. Het is een zeer leuk feestje, niet gepland. We wonen hier achter bij Kalimnos Dreef. We kwamen even kijken, spelletje gespeeld en de muziek is heerlijk, dus we zijn er nog even. Ja, en hoe ben je erachter gekomen dat het hier feest is? Oh, heel plotseling. We hoorden dat er fietsen hier langskwamen. Een race die door heel Europa gaat. We weten niet zoveel erover. Maar we kwamen hier even op het pleintje, want we hoorden muziek. En zoals je het kan zien, zijn ze nog bezig. Dus we zitten te genieten. En nu. En dan terug. Naar achter. En shuffle. En loop. Volgens mij gaat het nog helemaal goed. Net gaf ik een workshop salsa. En ik kon mij gelukkig prijzen met de opkomst. Er waren behoorlijk veel belangstellenden aanwezig. En je merkte ook dat het publiek het erg kon waarderen. Vind je het zelf ook hier gezellig? Ik vind het hier gezellig, ja. Ik ken Utrecht Overvecht niet. Maar wij komen oorspronkelijk uit Hilversum. En, maar ja, nou, zijn mensen net als overal, hè? Amsterdam. En, dus ja. Ja. Heb je ook de salsa workshop meegemaakt? Zagen we het einde van toen ze klaar waren. Moesten ze het uiteindelijk presenteren voor elkaar en voor de menigte. Ik heb daar ook een beetje van kunnen genieten. Er kwam een beetje regen, maar we zijn er een beetje doorheen gebleven. En nu is er een optreden en het is een leuk optreden. Dus we blijven nog even. Macho, macho, macho. Links en rechts. Ja, jullie hebben groot uitgepakt, maar wat is jouw taak hier? Mijn taak? Ja, ik ben in de voorbereiding ben ik vooral actief. Ik heb de vergunning aangevraagd. En ik heb me vooral bezig gehouden met de productie, dus dat alles veilig is en dat alles er was. Want het is best wel een drukke zomer, dus dat alle faciliteiten er zijn. Dus daar heb ik me mee bezig gehouden. Omdat we met een groot team dit met elkaar hebben gedaan en we hebben elkaar nog beter leren kennen. Want dit was voor ons ook als de ploegentijdrit. We hebben een team gevormd, we zijn snelheid gaan maken en we hebben met elkaar echt een mooie finish bereikt vandaag. Dus in die zin voel ik me echt een gelukkig mens vandaag.